We zijn de afgelopen 2 jaar sinds ik er ben aangesteld bezig met onderzoek, Europees onderzoek binnen de verschillende landen. En we hebben ingezoomd op Nederland, dat heb ik ook van persoonlijke achtergrond, maar ook ingezoomd op die zaak in Gelderland. En daar zitten wat verwante verschillen. Het is leuk om dat hier alvast wat te kunnen vertellen. E-readiness dus, ik zal de resultaten presenteren en dus de afwijkende resultaten van Gelderland. Ik heb de afgelopen 2 jaar vooral in de Unie doorgebracht en ik heb weinig situaties gehad zoals dit. Dus ik vind het ook behoorlijk spannend. Het is eerlijk gezegd fijn dat ik zo weinig voorbereidingstijd heb gehad als ik verleden week zin had geweest. Ik heb advies gevraagd aan de afdeling marketing, communicatie en voorlichting van de universiteit. En zij zeiden, zorg ervoor dat je een goed begin hebt. En een sterk slot. Maar vooral hou die twee zo dicht mogelijk. Nou, daar ga ik mijn best aan doen.